Ah, lief van je, dankjewel. Ja, toch, sowieso. Zo lief. Kan ook schattig zijn, hè? Ja, heel lief van je. Gaan we doorgaan, gewoon normaal, hè? Huh? Gewoon normaal doen. Ja, ja, ja. Maar jij ook, bro. Zodra je één keer loopt kloot, bro, dan gaan we starten. Wie heeft de beste muzieksmaak? Mag ook allebei doen? Nee, je moet kiezen. Ja, maar we hebben dezelfde muzieksmaak. Dit is gewoon... Bro, we hebben dezelfde muzieksmaak. Ja, maar ik heb iets betere, denk ik. We hebben dezelfde. Hoe kan het beter zijn dan gedacht? Wie had jij gekozen dan? Tuurlijk, dan mijzelf, toch? Ja. Maar jij luistert soms naar Laxie dan zo. Dat is leugen, broer. Dat was vroeger, man. Ja, dat bedoel ik daarom. Vroeger. Wie kan de lekkerste tagine maken? Sterk. Ik heb ze nooit geproefd, maar ik weet van mijzelf dat ik helemaal niks kan maken. Ja, daarom. Hij weet dat ook. Dus daarom. Waarschijnlijk zijn tagine moet je niet eten, man. Wie heeft de beste aanname? Oh. Het is wel een moeilijke dit, hoor. Ik vind, ja. Beide. Zeki heeft ook een fantastische techniek. Alles wat even goed is, dat ga ik mezelf opsteken gewoon. Wie trekt het snelst op bij het stoplicht? Nee. Zeg, je rijdt rustig. Wiens shirt wordt het vaakst verkocht in de fanshop? Pah, ja. zo makkelijk. Ja. No comment. Dus. Wie heeft het laatst gebeld met Hakim Ziyech? Oei. Modek. Wanneer? Oh, je mag niet overleggen, hè? Ik gok ook. Wanneer heb jij je verplaatst? Nooit. Ja. Ik 2 dagen geleden, dus ja. Wie is sneller? Oeh. Ja. Oei. Eerste meters, lange afstand, middenafstand. Dat is ook moeilijk, hoor. Nee? Nee. Bro, jij bent wat vlugger, hè, bro. Supersnel, hè. Weet je nog die training bij Per? Dat was vlug, bro. Wie zou een kaal hoofd beter staan? Welkom. Wat zijn dit voor vragen dan? Wie zou kaal hoofd beter staan? Ik weet niet, man. Moeilijk. Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Is wel, ja, dan ik gewoon jou, maar je hebt al korte kop, toch? Ja. Jullie hebben allebei geen ambitie om kaal te gaan, denk ik, als ik het zo hoor. Nee. Wie werkt harder op de training? Bro, wat zeg jij altijd tegen mij? Nee, man. Wat zeg jij de laatste paar dagen zeg je altijd tegen mij? Het lijkt. Oh, dus wacht. Ben je nu aan het kijken naar wie hoger staat in die lijst? Dankjewel. Oké, dan is het fout. Dan is het wel dit. Kan ik niet terug? Nee, je kan niet meer terug, helaas. Maar, ja, oké. Dan welke lijst? Na de dag na de training krijgen wij een lijst wie er meer heeft gelopen. En hij 9 van 10 keer staat hij onder mij. Wie ligt er vaker op de massagetafel? Oeh. Je houdt ook wel van de massage, Zek. Ja, maar ja. Ik denk wel, ja. Moes houdt van om gekieteld te worden.
Nee, ik. Ik werk hard, had ik mezelf opgestoken. Dan heb ik veel massage nodig. Ja, het is gekieteld worden. Wie maakt de beste grappen? Hé, hey, vind je zelf grappig, hè? Ja. Wie heeft de grootste kans om de Voice of Holland te winnen? Voice of Holland. Doe ze voorstuk in. Denk zelf, bro. Hoe is het zangtalent? Absoluut niet. Absoluut niet, want dit was gewoon een pure gok. Echt gok. Wat hij zou doen. Wie is het beste met kinderen? Oeh. Op dit moment? Moet misschien ook wel, of niet? Ja, zeker. Ik heb een kleine. Nu ervaring toch, dus. Doet hij het goed? Zie je dat? Fantastisch zelfs. Ah, oh, lief van je, denk ik. Ja, toch, sowieso. Zo lief. Kan ook schattig zijn, hè? Ja, heel lief van je. Wie kan er geen dag zonder zijn telefoon? Nee? Broer, je weet toch dat ik een vrouw en een kind heb, man? Maar broer, je weet ook dat ik veel op die telefoon zit. Ja, geloof. Nee, ja. Nee, maakt niet uit. Ik denk wij allebei. Maar dit zijn de vragen, zeg maar, wat veel gewoon allebei eigenlijk. Dan is het gewoon echt puur. Ja, wie steek je, op? Ja. Maar jullie hebben het goed gedaan, jullie hebben 9 punten. Niet ontevreden, denk ik? Nee, zeker niet. Wat krijg je als je hoog in de ranglijst staat dan? Eer. Daar doe ik het niet voor.